De eerste fase van de studentenwoningen is opgeleverd. Op 15 november 2018 vond de overdracht plaats van het aannemingsbedrijf LR Group Italy aan het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Eveneens werd op deze dag de ondertekening voor de tweede fase gedaan door het ministerie van Financiën, in deze minister Hoefdraad en een vertegenwoordiger van LR Group. Zo aanstond zal de aannemer LR Groep de overdracht doen aan het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hetgeen impliceert dat de gebouwen en het terrein volledig ingericht zijn en opgeleverd zijn en de onderhoudstermijn is ingegaan. Binnen deze onderhoudsperiode zullen onder andere de gebreken die het gevolg zijn van onvolkomenheden met betrekking tot het ontwerp en uitvoering worden hersteld, maar zeer zeker niet de gebreken die zullen ontstaan als gevolg van zorgvuldig gebruik. Uiteraard wordt er op de toekomstige beheerders en gebruikers deze zijds een dringend beroep gedaan om er onvoorwaardelijk op toe te zien dat er op een richtige en verantwoordelijke wijze wordt omgegaan met deze kostbare verblijfsmogelijkheden. Met de realisatie van dit project is er een enorme verbetering gebracht in de verblijfsmogelijkheden van vooral studenten uit de verre districten die hierdoor onderwijs kunnen blijven genieten. Het gaat hierbij dus om een enorme investering in het onderwijsproces. The quality of the project that has been completed today, phase one, together with our contractors, our Sudanese contractors, I've said it before, it makes me want to go back to school. And I know that all the users of the building, it will stimulate them to achieve better results in school because they do not have to worry about the accommodation. And this, I think, is for me as minister, but for me as part of the government as well, I think this stimulation is something that we have to treasure very much. You didn't need much to convince me that the LR Group wants to be a sustainable partner of the government of Suriname in all its development dreams. So I wish you a very long stay in Suriname for the coming 20 years. Thank you very, very much. We love Suriname. Thank you very much. We really can do the job. For me is het heel belangrijk om dit mee te maken. Omdat onze goede vriend Joseph Haroche het reeds eerder heeft aangehaald. Dit is tot stand gekomen in de moeilijkste tijden die Suriname ooit heeft meegemaakt. En als je als minister van Financiën met de inkomsten zit die 3 jaar terug $450 miljoen waren uit de mijnbouw en plotseling moet terugvallen naar $24 miljoen, als er keuzes gemaakt moeten worden, dan zijn er toch wel hele toffe keuzes. Als wij terugblikken in de tijd, want wij waren allemaal daar deel van. Collega Pengel in een andere hoedanigheid. Onze goede vriend, minister Wolf, die daar het roer had. Dan moesten wij beslissingen nemen in een tijd waar we naar 10% waren van onze inkomsten. En onder het leiderschap van de president is de focus geweest naar het kunnen garanderen van de
inkomsten. En dan wil ik praten over die 5% extra die wij hadden in Nieuwmond, om die ondanks alles te blijven behouden. Twee, de kwaliteit van het van volksgezondheid te kunnen blijven garanderen. En op dezelfde tweede plaats de kwaliteit van het onderwijs. Dat zijn geen zaken die geld vandaag opbrengen, maar dat zijn zaken die ons stevig maken voor de toekomst. Een gezond mens en een goed onderwijs. Dus het waren hele moeilijke tijden. Ofschoon de ondertekening reeds was getekend. De ondertekening had plaatsgevonden. Die had plaatsgevonden in 2015, toen wij die triple shock van ons kregen. Toen moesten wij gaan aanpassen. En toen kwam dus de kracht van de regering om te bepalen van dit is de richting die wij moeten opgaan. En dan moeten wij zeggen dat in al deze moeilijke, ja, al deze moeilijke tijden wij de vrienden hebben gehad die wij nodig hadden. En in dit geval zeggen wij op alle momenten waar wij financiële modellen nodig hadden, werden die, ofschoon zij al riant waren, toch wel beter aangepakt in ons voordeel, zodat wij de juiste beslissing konden nemen. En we zijn nu voor een prachtgebouw, of prachtgebouwen. Ik heb al mogen smullen van een eerste ronde toen het al aan het afronden was. En wij gaan spoedig richting de tweede fase. Onder betere omstandigheden, een minder bevende hand. Want we weten dat we de juiste weg opgaan. En het gaat nog steeds beter.